My mother? Called me a rebel growing up. I don't actually regret that now. My cousin was killed by the DRM captain in Soliana a few months back. If I ever get my hands on him. But maybe he's dead already. With Rico around, no military scum is safe for long. Three months with the rebellion. Rico, I need help with something! I forgot to fill up with gas again. I don't know what's wrong with my brain. Can you help, Rico? I won't kill an armed...
A zica. One second. Is it the Tribe Called Quest of Black Moon? Ik heb van alles door elkaar gezet. Dat zal het een Tribe Called Quest zijn. Kijken, ik denk Black Moon. Tribe Called Quest. Ah, wat flauw. Jammer. Maar dus ik reageer wel gelijk op je ding hoor, maar je hoort me pas later reageren. Oh, dat is een ziek snelle auto. Die Willen. Ja, die is fucking snel. Sorry man. Dat vind ik ook chill, dat je een kilometer tellen hebt. Maar het rijden is wel lastig hoor, moet ik zeggen. Het is heel anders gewoon, dan normale games. Maar ja, dan GTA en zo. Oh nee. Oh no. Net op tijd. Ja, maar het is echt een ziek spel. Ik wou ik dacht hij is niet online, ik ga hem niet halen. En Isa had hem al en ik ging naar hem toe en ik zag hem spelen en ik dacht, ja, ik ga hem ook halen. Maar sommige dingetjes zijn echt moeilijk te veroveren. Dan hebben ze straaljagers aan en zo. Dan ga je de één keer vliegen erboven en dan krijg je gelijk een straaljager en airstrike op je hoofd en zo. Lekker bezig.
En je kan helikopters veroveren en zo. Echt vet. En dit is gewoon mijn helikopter nu. Er is echt maar één nadeel en dat is die connection los steeds, maar op een gegeven moment is dat weg. Dus dat, nu is dat echt niet. Oh, dit gebied ook. Oh. Oeh. Yo, is goed. Volgens mij stuur je daar een smiley naar. Ik weet niet.
Want ik heb dit de eerste die ik speel. Dus. Daar vliegt de trein achter. Ik denk ik ga dat eilandje daar achter de auto, maar dat is wel de trein. Ja. Lekker, lekker! Oh. Calling off search, target no longer an area.
tering. Linksboven zie je de dingen die je nog kapot moet maken. En als je ze niet kan vinden, kun je op de map kijken en dan staan ze ongeveer waar ze zijn. Maar die toren moet ik helemaal kapot maken. Heb je net. En dan is het maar een klein dingetje en dan is het juist moeilijk. Kijk, zo'n dit, dat vind ik wel. Oh nee! Ik
Klopt. Ik denk ik laat hem iets nieuws zien, maar nee, hij had hem niet bij de vorige. Als hij nu niet kapot is, echt waar. Nu wil ik het zien gebeuren ook. Bruh. Ik vind het wel fijn dat je zo moeilijk doodgaat, anders dan zou je het echt nooit redden gewoon. Tenminste niet met dat rusje, dan moet je echt fucking voorzichtig doen. En wij houden allemaal natuurlijk niet van voorzichtig doen. Ah, die machine moet ik ontstaan. En hier, te laat. Niet dat ik weet, ik ben nog niet super ver. Ik doe namelijk niet echt missie. Oh, hier gaan we. Ik doe niet echt missie en zo. Ik zit meer ja, een beetje die dingen stuk te maken. En, maar je kan in ieder geval wel auto's kijken. Als je die dan in je droplist krijgt, dan zit er bijvoorbeeld nitro in of wapens op. Dus dat kan wel, maar over wapens upgraden en bommen dan weet ik. Geen idee. Waar schieten we nu? Oh. Oh, ze schiet gewoon in de lucht van blijdschap of wat? Oh, aha. Dat is geen blijdschap, nee. Dit is onze plek nu. Ga maar even, jullie kunnen niet meer overnemen. Ze denken het gaat nog werken, maar nee, het is onze plek. Oh. Oh. Ah! Hier kan ik weer mijn granaten bijvullen. Zo. Oh, waarom log ik nou in? Stop. Elke keer als je dan op pauze gaat of met een map, dan gaat hij weer inloggen. En dan komt er over 10 minuten komt er weer zo'n fout. Dat is echt stom. Maar ik heb gelezen op internet, Just Cause 3 won't have a multiplayer at launching. Maybe later, en die andere hadden wel multiplayer. Ja, rijden en schieten is inderdaad zeker fijn. In de auto kan het volgens mij niet, maar dat weet ik. Ja, volgens mij kan het niet in de auto, nee. Iemand vroeg me toe, Lake Hotel.
dat is. Maar... Ah, hij speelt ook Just Cause. Ik weet niet hoe zou die moeten. Oh, waarschijnlijk zag hij hem in de leaderboard staan of zo. Jetski. Nee, die boot. Ja, ja. Sorry, meneer. Of mevrouw. Ah, meneer. Wat. Another one met. Hij kan oneindig door blijven dit doen. Als je het goed doet. Je kan net met je zipline achter gaan doen. Okay. Grapple hook. Oké, okay, zo.
die wingsuits dingen zijn ook ziek handig. Oh, deze kun je een rondje. Dan gaat die slowdown. Heb ik al een paar van ook bijvoorbeeld. Ik heb get a speed boost. Dus dan doe ik gewoon mijn grapple hook en dan. Poeh. Dus als je die wil unlocken, moet je de map, moet je die groene dingetjes. Ja? Oké, okay, dan stop ik nu. Eigenlijk is het gewoon klaar. Helemaal klaar. Hey, ik ga stoppen. Helemaal klaar. Helemaal klaar. Nou jongens, dit was mijn uitzending. Tot de volgende keer. Voordat ik ga. Zo. Goodbye.